Een hele goede middag, beste kijkers thuis. Eigenlijk, ja, is het jammer dat u thuis kijkt. Want het is prachtig weer hier. En daarmee heerlijk toeven in dit stadion. In afwachting van de aftrap. Wij proberen het weer en de sfeer in uw huiskamer over te brengen. En ook bij deze wedstrijd wordt het commentaar verzorgd door het duo Gunter en de Vos. Alle tekenen wijzen erop dat dit weer een mooi duel wordt. Jeroen, ik heb er zin in. Ja, ik ben heel benieuwd naar deze ontmoeting, hoor. Ik kijk er rijkhalzend naar uit. Zie het, laat maar komen die wedstrijd. De coach van Nürnberg heeft gekozen voor deze elf. Ja, als je het pessimistisch beschouwt, heeft de trainer blijkbaar zin in een gezellig, maar niet heus, potje antivoetbal. Want ja, wat moet je anders zeggen van deze 4-5-1 hier? Nou, ik vrees dat je gelijk hebt, zie het. Hier zien we de opstelling van het andere team. Een aanvallende 4-5-1, Jeroen. Ja, maar wel met twee middenvelders dicht bij de spits. Aftrap is inmiddels genomen. We beginnen aan de wedstrijd. Jones. De bal is hij kwijt naar die tackle. Onderschept. Wie roept deze dribbel een halt toe? Hij mist al oog in oog met de doelman. Ja, maar waarom nou zo hard? Je kunt hem toch veel beter gericht inschieten? Jones. Knap gedaan, hoor. En dat is dus buitenspel. Ach, 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 wat slordig allemaal. Als die speler die bal nou iets langer bij zich had gehouden, ja, dan was er geen vuiltje aan de lucht geweest. Sterk van de bal gezet. Dat is een mooie paas. Verder met de steekpaas. Bal gaat uit, inworp. Die speler net niet bij. En dus gaat de bal uit. De bal wordt onderschept. De bal is hij kwijt. Ruimte op de vleugel, het lijkt wel het heelal. Trek naar binnen. Daar is het schot. Simpele redding voor de keeper.
Paredes. Die bal gaat feilloos van de ene naar de andere speler. Hier lijkt een goede mogelijkheid aan te komen. Maar het draait uit op. Op niets. Een inworp. Mooi, die looppaas. Paas, goed onderschept. Paas wordt onderschept. Mark Paredes. Wat gaat hij nu doen? Hij laat zich niet wegzetten door die tackle. De scheidsrechter erbij staat en stipt die overtreding in de 16. Kan ze nog duur komen te staan nu? Ja, ja, ja. Als hij erin gaat, dan staan ze achter. Maar dat hebben ze dan wel aan zichzelf te wijten. Nou, er komt geen kaart achteraan. Huh? Ja. Er wordt nog even naar de scheidsrechter gekeken, maar nee. Ze houdt ze op zak. Nou, dat verbaast me wel een beetje, zie het. Het gaat toch om een strafschop. Er komt de aanval. Ja, om de score te openen. Hij stopt de penalty. Goed gedaan, keeper. Oh! Wat een keeper! Hoekschop wordt voorgegeven. Daar komt een tegenstander tussen. Hij is bezig aan een fraaie dribbel richting goal. Nee, toch geen aanval. De verdediging onderschept de bal. Stevig getackeld, maar voordeel gegeven, juist. Ik vind het een prima beslissing. Komen ze nu voor? Oeh, zonde van die kans. Ze hadden kunnen voorkomen hier. Ja, dit soort kansen, die moet je gewoon verzilveren. Hoe kun je zo'n mogelijkheid nou laten liggen, zeg? Ze veroveren de bal weer. Na die tackle is hij de bal kwijt. Er wordt 1 minuut blessuretijd bijgetrokken. En een schot op doel. Met een voetschop. Kunnen ze de leiding nemen? Voor het doel gebracht. Dat is maar half werk. Gevaar is nog steeds niet geweken. Hij gaat schieten. Ja, goed. Tegengehouden. Zo, ching. Hij kaat zo tegen het aluminium. En dan gaan we de kleedkamer in. Het is rust. Aftrap tweede helft. Daar gaan we.
Zo, die heeft vanmorgen weer de wandels kunnen gepoetst. Ze kunnen de bal gaan ingooien. Jones. Blijft goed aan de bal. Nou, wat kan hij hiermee? Wordt voordeel gegeven aan de ingreep. En zo houdt de scheidsrechter een tempo in de wedstrijd. Ze werken nu aan de opbouw. Prima redding. Ja, dat was echt een prachtige redding hoor, op die inzet. Door de tackle gaat de bal uit. Inworp tegen. Ze was het dan nu vergeten hoor, die actie. Alsnog een gele kaart. En de bal niet meer aan de voeten. En zo pakt hij flink wat meters met de bal. De grensrechter wijst naar de cornervlag. Nieuwe spelers op het veld. Korte corner. Blijft aan de bal. Inzet. Wordt geblokkeerd. Paas wordt onderschept. Een heerlijke steekbal. En we hebben een doelpunt. De eerste van de wedstrijd. Bij dit doelpunt komt zoveel kwaliteit samen. Eerst die voortreffelijke steekpaas. Precies op de juiste plek. Ja, zo wordt scoren wel een makkie, hè? Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Jones. Phillips. Hij steekt die bal hoog. En dat wordt een hoekschop. Ze gaan het doen met een speler van de bank. In het midden van de 16. Het gevaar is nog niet geweken. De bal wordt geraakt. Prachtige duik. En de bal wordt gekeerd. We gaan hier een wissel zien. Bal naar het midden. Halfslachtige poging. De bal weg te werken. En die bal wordt goed geblokt door een speler. Mark. Verkoop met de bal aan de voet. Hij schiet hem. Hij zit en zo wordt de voorsprong groter. Dat is lekkere voetballen. Ja, de tegenstander zal nu echt van ver moeten komen, hè, met die achterstand van 2 doelpunten.
Laten we nog eens kijken, Siert, want dit is een doelpunt waar ik in ieder geval geen genoeg van krijg. Eerst die gevaarlijke steekpaas, maar vervolgens wordt die speler stevig aangepakt door de verdediging. En eigenlijk is het dan heel knap dat hij zijn evenwicht nog weet te bewaren. Hè? Want het is gewoon ijzersterk dat hij de bal dan toch nog weet binnen te werken. Philips. Knap hoor, hoe hij die bal verovert. Paredes. Kans hier. Ja, wat doet hij dan met deze kans? Helemaal niks. Deze kan het doelman makkelijk pakken natuurlijk. Ja, ik geloof niet dat de keeper hier nachtmerries aan overhaalt. 8 minuten nog op de klok. De tijd dringt. Met de bal. Tegen. Goed geanticipeerd hier door de keeper. De speler raakt het balbezit kwijt. Philips. Ze blijven zoeken. Ja, ja. Ja, ze moeten toch die 2 doelpunten achterstand zien weg te werken. Maar dat is geen sinecure. De reguliere speeltijd bedraagt nog slechts 2 minuten. Paredes. De scheidsrechter fluit niet, het is voordeel. Mark. En met die actie weet hij de bal af te pakken. Nog steeds met de bal aan de voet. Hij schudt de tegenstander van zich af. Een grote kans hoor. Sierlijk gered hier. Een mooie duik. En nog nuttig wel. Je moet het maar kunnen hoor, die focus bewaren. Corner voor het doel gebracht. Moet de bal wegwerken. Einde van de wedstrijd. Jeroen, voor de bezoekers rest niets anders dan een negatief resultaat. Een nederlaag. Ja, ze verliezen met 2 doelpunten verschil. En laten we eerlijk zijn, het komt niet echt uit de lucht vallen. Ze waren gewoon niet goed genoeg vandaag. En nu is het aan de trainer om een en ander recht te zetten voor de volgende wedstrijd. Ze winnen het duel. En ik denk dat hij daar door zijn goede spel een aardig aandeel in had.